Dag lieve mensen, welkom bij dit bericht voor de 10-10, voor het 10-10 portaal vandaag. We gaan even kijken wat deze week voor energie met zich meebrengt. Het kan zijn dat er dingen naar voren gaan komen die nodig zijn voor jou om te horen. Misschien zit je in een stukje dat je nogmaals bepaalde angsten mag aankijken. Een soort dark night of the soul dat moet gebeuren. Dat mag allemaal gezuiverd worden om je naar een hoger plan te trekken. Om er heel veel positieve nieuwe dingen mogen gaan gebeuren. Het is aan jou de keuze wat je daarmee doet. Eerste kruissteen, dat is een chiastoliet die zorgt voor, als je op een kruispunt staat, wat je moet gaan kiezen. Dat je daar ondersteuning mee krijgt. Kijk dan even op mijn website als je die steen wil aanschaffen, de kruissteen. Lekker. Ga even kijken wat de energie voor deze week is. Ik ascend. I connect to your oneness and expand my awareness. Dus er komt meer inzicht voor jou, meer duidelijkheid. And I open my senses to feel delicious pleasure and passion. Dus er komt, je gaat iets met meer passie doen. Wat dat is, dat kan natuurlijk te maken hebben met plannen die je hebt. Dat er heel veel nieuwe dingen gaan stromen. En dan krijg je de kaart Divine. My inner child is whole and complete. Dus je hebt bepaalde zaken afgerond. Innerlijk kindwerk afgerond. Heel fijn om te zien dat dat dus nu afgerond is of afgerond gaat worden. En de kaart The Universal Midwife Birth. I birth fruitful and sacred assignments. Dus er komt iets nieuws. Je bent dus bezig met bepaalde dingen in balans te trekken en nieuwe dingen te gaan neerzetten. Kan zijn dat er nog een laatste stukje innerlijke kindheling gedaan moet worden. Maar je gaat je wel, je bewustzijn gaat verhogen, gaat vergroten. Dus je gaat met meer passie, misschien qua werk, qua liefde, dat ligt er net aan, wat voor jou van belang is. En je innerlijke kind is geheeld en compleet, dus je hoeft geen zorgen meer te hebben. En er gaat dus nu iets nieuws gebeuren. Je hebt goed voor jezelf gezorgd, of gaat dat dus doen. Deze 10-10 portaal, dat kan natuurlijk een week of 4 duren tot aan 11-11. Maar de energie de komende week tot en met de 16e is heel erg hoog en heel erg sterk en heel erg krachtig. En vooral transformerende energieën komen naar voren. Wat ik ook hoor is dat er heel veel stukken gaan gebeuren dat je eigenlijk iets los gaat laten. En dat je boven jezelf uitstijgt. Groei. Er komt heel veel groei. Je gaat stijgen, ascend, lift off. Dus je gaat eerst in je energie groeien. En dan ga je met een vuurkracht. Eigenlijk, en als je deze kaarten naast elkaar ziet, dan heb ik eigenlijk het gevoel dat het te maken heeft met twee energieën. Samen, mannelijke, vrouwelijke energie. Die zijn dus geheeld in jouzelf. En dan krijg je ook de kaart Divine Little Star. Dat heeft ook te maken met je innerlijk kind. Is heel en compleet. Dus deze week gaat voor jou een transformatie plaatsvinden. Als het nog niet al gebeurd is. Dat je dus echt nieuwe dingen kunt laten gaan stromen. En dat is vooral van belang als je nieuwe zaken wilt gaan neerzetten. Stukjes weer neer wil gaan zetten in de richting van een nieuw begin. Op welk gebied dan ook. Dat nieuwe begin, dat mag er dus nu komen. Deze komende week gaat dat ook gebeuren, want de energie vanuit Spirit is ontzettend krachtig. Deze portaaldag 10-10 is eigenlijk heel erg krachtig en geeft eigenlijk aan van kom op. Weet je, je mag verder, je hoeft niet te blijven staan, want je hebt alles nu in handen wat je kunt krijgen om iets nieuws neer te zetten. Dan gaan we kijken verder de verdieping in. De Wilde Septari. En de Wilde Septari is ook een shamanensteen. En die zorgt ook voor verbinding. Ook in familie. Als er bij jou nog iets geheeld mag worden. Dus het stukje met jezelf. Dat kan. Het kan ook zijn dat je in een situatie zit. Dat weet ik natuurlijk niet. Want dat is een algemene reading. Maar ik heb het gevoel dat als jij in een situatie zit waarin iets geheeld mag worden op liefdesvlak of op familievlak, dat dat dus ook nu mag gaan stromen, dat dat mag gaan gebeuren.
En dat er dus heel veel nieuwe dingen staan te gebeuren, ook voor jou. Ook daarin heel grote veranderingen. Oude stukken achterlaten. Niet meer, wat niet meer dient, laat je achter, je gaat daar weg. Kan dus zijn dat je een situatie verlaat, een verbinding verlaat. En dat het te maken heeft met verschillende nieuwe zaken op vlak van persoonlijke groei. Maar ook persoonlijke groei in relaties. Alles wat jou niet meer dient, laat je achter. Mag ik een kaart bij Ascend? Galactic Vibration, Personal Conviction. Raising your resilience, direct channel. Dus je gaat meer spiritueel groeien. Gaat meer verbinding krijgen met spirit. Als dat jouw wens is, als je dat gevraagd hebt. Dan gaat dat ook gebeuren, want je laat het los. Bij lift off, wat krijg ik daar te zien? Consciousness, self-awareness, personal realizations, prejudice. Dus je gaat eigenlijk die, wat je misschien gedacht hebt van dat gaat mij niet gebeuren, dat gaat toch stromen. Je hebt misschien een tijd nodig gehad om even tot jezelf te komen, die rust te vinden, de verbinding te maken in meditatie met spirit, waardoor er dus nu dingen gaan stromen, dat je eigenlijk bewust bent van jezelf, van wie ben ik, wat wil ik gaan bereiken bij Divine, wat mag ik daar krijgen? Angelic Realms, team effort, charity, validation, patience. Dus hier wordt jou gevraagd van heb geduld. Weet je, datgene wat je graag wil, dat komt. Want je gaat meer samenwerken met spirit. Samenwerken met misschien de engelen. Je wordt gezien. Je wordt gezien als de persoon die je eigenlijk hoort te zijn. En dat zie je jezelf ook. Alleen werd het nog misschien niet opgemerkt door buitenwereld, maar het gaat dus nu wel gebeuren. En zeker door spirit, die wijzen jou dadelijk de weg waar je naartoe mag. Bij Universal Midwife, bij Birth, wat mag ik daar zien? Dat is de kaart Language of Light, Rediscovery, Humble Wanderer, Communication. Dus je gaat het communiceren, ik heb ook het gevoel dat je een plaats verlaat. Dat kan zijn een oud stuk in jezelf achterlaat en daardoor gaat groeien. Het kan zijn dat je een stukje neerzet dat je dus bepaalde dingen achter je laat die jou niet meer dienen. En dat je verder gaat, dat je jezelf terugvindt, dat je jezelf kunt beschermen. En hier krijg je eigenlijk te zien ook van, je gaat meer communiceren met spirit. Dus als jij meer gaat communiceren, ook naar de buitenwereld toe, van dit is wie ik ben, dit is wat ik wil, en voor de rest stopt het hierbij, dan gaat er dus iets nieuws gebeuren. Je kunt dat dus zelf creëren, als je wil. Dat is jouw keuze om te creëren. Ja, dat is dus voor jou persoonlijk. Hoor ik. Bij jou persoonlijk geldt er dus dat je nu gaat groeien, dat je innerlijke kracht terugkrijgt, dat je jezelf gaat voeden, dat je nu eerst in eerste instantie jouzelf gaat voeden voordat je dat naar anderen toe doet. Wat mag ik nog meer doorgeven, Michael? Ja, we mogen eens even kijken naar de Journey to Love, wat betreft ook de liefde. Specifiek gaan we daar even naar kijken. Oké, mag ik dan bij de kosmos een commitment? Dus je gaat je verbinden met een persoon. Het kan zijn dat jij de eerste stap zet of die ander. Bij lift off, wat mag ik daar zien? Het heeft met lust te maken, met passie. Komt ook hier overeen naar de passie. Bij divine, wat mag ik daar zien? Communicatie, fulfillment en wat dus gebroken was, wordt hersteld. My inner child is whole and complete, dus je hebt iets hersteld en dat zorgt ervoor dat iets gezien wordt. Dat heb je dus bij jezelf hersteld, waardoor er dus ook nu de communicatie kan vinden, plaatsvinden in de realiteit met de ander. Bij Universal Midwife, bij Birth, wat moet ik daar zien?
Misschien mag het nog niet gezegd worden, mag het nog niet gezien worden, is het nog even geheim. Maar er gaat communicatie plaatsvinden. Je hebt dus wel twee keer plaats communicatie. A secret, wat mag ik daar nog bij zien, Michael? Oké. Je moet even geduld hebben. Patience. Hier staat ook patience. Heb ik dat gezien hier? Patience. Dus dit stukje. Er gaat communicatie plaatsvinden, je moet even geduld hebben. Dus ook op liefdesvlak gaan er dingen stromen. Gaat er van alles veranderen voor jou. En zal dat eigenlijk alleen maar een positief iets zijn. Alleen, nu is de passie die groeit tussen jullie. Maar Spirit zegt even van geduld. Het komt eraan. Misschien moet die ander ook nog iets afmaken. Het kan zijn dat jij nog iets af moet ronden. Misschien moeten jullie alle twee nog even in balans komen. Dat jij misschien meer jezelf terug gaat vinden. En die ander moet dat ook doen. En daarna, als jullie beide in balans zijn. Misschien moet er nog iets bij die ander opgelost worden. Of bij jouzelf als je nog in een relatie zit. Dan gaan die dingen ook stromen. Dus het komt. Maar heb even geduld. Bij de manifestatiekristal. Die zorgt zo met shamanensteen. Die zorgt er ook voor dat je alle oude blokkades los kunt laten en voor jouw dromen gaat. Dus dan gaan we kijken hoe dit afloopt. Hoe gaat dit lopen? 3 van pentakels. Dus je gaat samenwerken. Samenwerken met spirit commitment. Samenwerken met elkaar. Ga je dus iets neerzetten, maar ook met spirit bij lift over. Wat mag ik daar zien? De hoge priesteres, dus de eenwording in jezelf. Dus je gaat meer luisteren naar wat je doorkrijgt. Meer luisteren van wat er speelt bij Divine. Wat mag ik daar zien? Oké, de 5 van staven. Maar de 5 van staven is een kaart die makkelijk te overwinnen is. Dus er zijn nog wat stukjes die opgelost moeten worden. Zie je ook hier een broken heart. Dus je moet er nog even wat... Ik heb het gevoel dat de komende periode, de komende week, heel belangrijk is dat deze 5 van staven rechtgezet worden. En hier krijg je de temperance, dat is de gematigdheid, is ook weer het geduld, maar ook weer van spirit zegt van, alles komt in balans. Er moet nog iets aan balans komen. En dan gaat het stromen tussen jullie. Tussen jouzelf, voor jouzelf, maar ook voor de ander. Dus dit is eigenlijk, ja, je kunt het algemeen zien, ook voor de liefde. Dus even kijken wat nog erbij. Birth. De 4 van pentakels. Deze persoon ziet jou wel als de persoon waar hij graag bij is. Maar hier krijg ik ook het gevoel dat dat misschien nog iemand is waar hij of zij afstand van moet nemen. Dat kan zowel een man of vrouw zijn. Ja, zie je. Ja, hier moet iemand zich nog losmaken uit een situatie. Of een stug persoon van een stug persoon die niet meewerkt misschien. Of die nu... dat is klaar. Dat is klaar, want die persoon gaat zijn vrijheid tegemoet, de page van staven. Gaat daar een verandering in brengen. Dus wat hier nog lastig is, voordat die droom waarheid kan worden. En die gaat als een Queen of Pentacles naar de stabiele koningin van koningin van munten. Maar hij zit nog vast, hij of zij zit nog vast. En dan moet je dat even, kan ook zijn een vrouw zijn die vast zit aan een mannelijk persoon. Die zit nog even vast, die moet zich vrijmaken. Dus heb even geduld. Hier moet het nog even, mag nog even niet naar de buitenwereld toe. Maar er komt verandering in ieder geval. Wat is belangrijk voor jou, de persoon die kijkt? Wat is belangrijk voor jou, wat moet je hierin mee? Kijk, de 4 van bekers. De 4 van bekers geeft ook aan van, ja goed, je ziet bepaalde dingen niet, dat er al dingen geheeld worden. Dat is eigenlijk wat ik zie hier. Als ik dan kijk, je kijkt eigenlijk de andere kant op. Er wordt al van alles geheeld door spirit hier. Maar dat wordt misschien nog niet gezien door jou. Maar dat gaat wel gebeuren, want er komt de doodkaart, death and rebirth, er gaat iets veranderen. Hier ook weer de birthkaart. En de emperor, dat is de persoon die bij je hoort, of het stukje wat jij wilt gaan aanpakken. Als ik het pak op jou persoonlijk, qua werk of financiën of wat dan ook, algemeen, is er dus iets dat spirit jou wil aanbieden, maar je ziet het nog niet. Dat ga je wel zien deze week. Dat ga je zien en dat komt ook goed.
Je gaat die balans vinden. Je gaat de emperor worden. Maar ik heb een goed gevoel dat de emperor die is een beetje langzaam. Die blijft wat zitten, weet je. Die heeft zoiets van, moah, vindt wel goed zo. Maar toch komt er iets nieuws. Er komt een nieuwe verbinding aan, Ace of Cups. Dus er wordt je iets door spirit aangeboden. Een nieuw begin. Een nieuwe mogelijkheid om vanuit jouw emoties iets anders te doen. Als je hier nog stil bleef staan, dat je nog niet zag, dan gaat dat wel gebeuren. Dat ga je wel dadelijk zien. Dat er dus nieuwe dingen komen. En dan krijg je dat ook, de vier van staven. Het plezier komt weer terug. Dus dat is eigenlijk wat er nu gezien mag worden. Dat er dingen geheeld gaan worden. Dan heb ik dus nu nieuwe Twin Flame kaarten. Wat wil jouw Twin Flame je zeggen? Dat is niveau 1 en 2. Eens even kijken, dit is niveau 1. Wat wil jouw Twin Flame jou zeggen voor deze dag, deze week? Wat ik ook tegen je zeg, diep van binnen wil ik graag bij je zijn. Dus ook al kan die persoon dat nu nog niet uiten, een drie kaarten pakken, dan komt dat wel naar voren. Dat gaat dadelijk wel gebeuren. Ik ging weg omdat ik hoopte dat het wel zou overwaaien. Nou, misschien is die persoon, hebben jullie even een time-out gehad? Of is dat weer zo'n runner stukje? Maar dat moest even. Want ik heb het gevoel dat die emoties te hoog werden. Te veel werden en dat die dat niet kan. Ik voel me slecht over hoe ik je behandeld heb. Je verdient beter. Dus dat beseft die persoon wel. Had niet zo weg mogen gaan. Had ook eerder een bericht kunnen sturen. Van het gaat niet goed met me. Heb je even geduld. Dan kom ik dadelijk bij je terug zodra ik me goed voel. Mijn liefde voor jou zal nooit overgaan, dus die liefde tussen jullie die is er. En ik voel me zoveel beter nu ik op mijn eigen leven focus. Hierdoor staat de weg naar jou voor mij open. Dus hij is de weg open te maken. Ik wou dat we weer terug in de tijd konden. Dus hij wil iets terug wat hij kwijt was. Dat geeft ook deze kaart aan, de emperor, dat er hier iets terug gaat komen. Broken promises, a broken heart, the fulfillment. Je wordt iets geheeld. Want deze persoon ziet de waarde van jou in en is nu ook klaar om daar een verandering in aan te brengen. Maar zit dus nog met dat stukje dat hij nog iets op moet lossen misschien thuis. Dit is in ieder geval de reading die ik voor jullie kan maken. Mag er nog iets bij? Even kijken. Ja, even de diepte in wat jou zelf betreft. Je mag nog een kaart erbij krijgen, hoor ik. Princess. Dus eigenwaarde heeft dat mee te maken. Eigenwaarde en gewoon gaan. Zelfvertrouwen. Dat is wat voor jou nu gaat groeien. Jouw zelfvertrouwen gaat groeien. Even zien. Onafhankelijkheid, dat is wat er dus voor jou, degene die kijkt, gaat gebeuren. Je gaat je onafhankelijk opstellen van wat er ook gebeurt. En het is jouw kracht, de willpower. En nog eens de prinses. Dus eigenlijk, licht en donker, jouw balans, je hebt je balans in de mannelijke en vrouwelijke energie bereikt. Als je dan in die bereikt hebt, ga je dat dus wel bereiken deze week. Dus dat is heel belangrijk voor jou om te weten. Dat er dus iets gaat stromen voor jou. Dat is heel, heel mooi om te zien. Dat dit 10-10 portaal dus voor jou. En dit is echt geen tijdloze reading. Maar echt puur op de energie van 10-10. Hier gaat dus iets stromen. Jouw zelfvertrouwen gaat omhoog. Je gaat dit aanpakken. En dat is in ieder geval wat ik jullie nu door kan geven. Dus heb vertrouwen. Probeer ook in je rust te blijven. Probeer eigenlijk de verbinding met jezelf te zien. Probeer ook de helderheid te krijgen voor jezelf vooral. Even kijken, ik heb het gevoel dat die nog erbij mag. Het hoeft maar één te zijn, hoor ik. My heart and mind are unified in spirit. Dus dat betekent gewoon, je bent in balans, je hebt het bereikt. Je hebt het gewoon bereikt. En nu kan alles op je pad komen wat er voor jou bestemd is. Aan werk, aan overvloed. Overvloed op alle vlakken. Dat is wat jij dus nu gaat creëren. En dat komt er dus nu aan.
Ik wens jou heel veel succes. Heb even geduld qua liefde. Daar moet nog iets stromen, maar deze persoon... Oké, ik moet nog even toch op die persoon leggen wat daar nog aan de hand is bij deze persoon. Dan ga ik even kijken. Wat... Ja. Ik moet even kijken naar die persoon waar jij mee te maken hebt. Wat is er bij die persoon aan de hand? Welke dark night of the soul heeft hij nu? Want ik heb het gevoel dat dat wel het geval is. Wacht. Dat was wat veel. Het heeft te maken met de liefde. Dus bij die persoon speelt heel veel de liefde op dit moment. Voor jou. De liefde. En de tekens. Misschien geeft hij tekens, misschien krijgt hij tekens. Wat hij moet doen, tekens van spirit. Ja. Ja, ik heb het gevoel dat hij leed het. Hij wil dus graag bij je zijn, feit het. Dat kan ik niet goed lezen, joh. Nou, feit het is het denk ik, weet het niet. Ja. Leed het. Het is misschien een beetje laat. Hij heeft ook het gevoel, misschien ben ik te laat. Moet ik nou wat doen? Wat moet ik doen? Maar ik heb ook het gevoel dat hij eigenlijk terugdenkt aan wat vroeger was. Maar dat is eigenlijk dat hij te laat is eigenlijk een illusie. Want hij ziet zichzelf daardoor te klein. Hij is niet te laat, maar hij gaat nu wel groeien. Ook het innerlijke kind zie je weer. Het kind en hier deze groei. Dus dit gaat voor hem ook gebeuren. Ik spreek even van hem, is mij makkelijker. Dus daar gaat iets groeien. En wat wil hij? Hij wil feest, hij wil vreugde, hij wil plezier. Hij wil het plezier met jou hebben. En wil eigenlijk stabiliteit. Stabiliteit voor jullie twee. En energy vibration. Dus ook hier weer de kaart voor fulfillment, hè? Weer die regenboog. Dus dat is wat hij graag wil. Jij bent de persoon waar hij naartoe wil. En dat is heel fijn. Maar ja goed, als hij daar nog iets op moet lossen, dan mag dat wel gedaan worden natuurlijk. Hè? En heeft dus verdriet ervan. Nu moet ik gaan leggen daarop. Wat is zijn verdriet? Waar heeft dat mee te maken? Het heeft te maken met de verbinding tussen jullie. Op zielsniveau heb ik het gevoel. En hij wacht eigenlijk op divine timing. Hij voelt dat de spirits hem aangeven wanneer het tijd is om contact op te nemen. Want hij moet nog iets oplossen. Dubbele agenda, die moet los. Die dubbele agenda moet weg. En het heeft te maken met materiële stukken. Ik zie hier ook bij dat hier nog iets gezien mag worden, geheeld mag worden, opgelost mag worden op financieel vlak. En dat hij zichzelf moet vergeven. Misschien bepaalde stukken. Dat hij dat niet eerder gedaan heeft. Misschien moeten er nog papieren getekend worden. Tussen beide. Dat kan. En dat er zijn ook conflicten. Tussen hem en iemand anders. Heb ik het gevoel. Maar. Hij zit misschien in conflict met zichzelf. Misschien zit hij in een stukje afhankelijkheid. Nu. Weet hij niet precies wat hij moet doen. Maar hij is daarvan aan het helen. Oude stukken gaat hij helen. Ja. Het is belangrijk. Er gaat een groei komen. Er gaat een begin komen. Er komt iets naar de openheid. Die dubbele agenda wordt opengeslagen. Er begint iets nieuws. Dat geeft ook hier aan. Hij wil dat ook heel graag. Want... Hij kan dit kan hij niet meer. Dit is onmogelijk nu. Hij beseft dat dit niet meer langer kan. En dan moet iets hij vindt het ook heel moeilijk. Dat hij misschien vergeeft zichzelf ook dat hij daardoor nu in conflict is. Dat hij het niet eerder heeft opgelost. Maar hij heelt ervan. Ik moet ook vier kaarten pakken. Hope and wish, dat ben jij. Zijn hoop en zijn wens. Zijn ster. Dan krijg je hulp van spirit. Hoe gaat hij dit aanpakken?
gaat in zijn kracht staan. Maar de masculine energy is ook de kaart van de kracht. En ook het stukje de kracht vinden in zichzelf. Kijk, ja, heb je me. The dark night of the soul. Hij wordt eigenlijk nu geplaagd door heel veel verschillende... Ja, hij moet daar vanaf. Hij moet even... Ja, hij moet... Ja, dat is het, kijk. Dan, hij moet zich losmaken van iets ouds, zodat er iets nieuws kan beginnen. En dat is wat hij dus nu aan het doen is. Hij gaat door een hele grote transformatie. Hij gaat die derde partij gaat hij verlaten. En dan kan er een nieuw begin plaatsvinden naar jou toe. En dat kon eerst niet. Dat ging gewoon niet. Maar hij heeft nog even tijd voor zichzelf nodig. En de verbinding met zichzelf terug te vinden. Ja, en dingen te manifesteren. Die familie met jou, die verbinding met jou, die vreugde. Dat gaat hij nu manifesteren. Maar hij heeft daarvoor even de tijd nodig. Laat hem ook even gun hem die tijd, want hij komt zodra hij kan. Heb ik het gevoel. En dat kan sneller gaan dan je denkt. Tijd om te wachten is voorbij, hoor ik. Spirit, zet hier de puntjes op de i. Ja. Ik ga nog, ik moet blijven kaarten trekken. Nu gaan we verder kijken. Wat gaat hij doen? Wat zegt het tarot hierover? Knight of Cups. Hij gaat een romantisch gebaar maken. En er is Knight of Pentacles, steady progress. Maar wel langzaam, hè. Het is een slak, hè. Pas op. Want hij zit met die mind games. Maar het lag hier ook die dark night of the soul. Hij wil de controle erover hebben, maar dat lukt niet meer. Concrete ideas. Hij krijgt de ideeën nu. Hoe hij dat moet gaan aanpakken. Want hij moet zich losmaken uit iets. En dan krijg je de kaart illusions. Weer die illusie. Ik heb het gevoel dat hij het idee heeft van... Ja, ik had het anders aan moeten pakken. Maar eigenlijk gaat het gewoon alles via divine timing. Page of Swords. Daar gaat hij ook anders over nadenken. Want ja... Hij gaat plannen maken en hij begrijpt ook dat er dingen zichtbaar gaan worden nu. Wat eigenlijk, ja, dat gaat nu stromen. Er komt balans, onafhankelijkheid alweer. Balans, de onafhankelijkheid, dat gaat hij krijgen. En deze kaart viel er ook nog uit, Restoration. De Temperance kaart, die viel er net ook. Dus er wordt iets hersteld. Spirit gaat hier ingrijpen. Spirit gaat hier ingrijpen. De Wish Fulfillment, 9 van Bekers hadden we net ook al. En 7 van Bekers. Dus hij gaat eigenlijk nu naar die 7 van Bekers, naar die 9 van Bekers, naar die Wish Fulfillment, naar die verbinding met jou. Dus dat is wat de 10-10 portaal gaat doen met hem. En dat wordt heftig. En misschien is er dan het gebeuren. En heeft hij daar al wat van gemerkt? Dan heb je dat al van hem gehoord. Maar er gaat wel iets stromen, die gaat zich daar los van maken. Nu is het klaar, hoor ik. Nu is het definitief klaar. Nou, dankjewel voor het kijken en namaste.